Een kaalslag en een verschraling. Dat is kort gezegd de reactie van Cultureel Brabant op de plannen van het nieuwe provinciebestuur. Gisteren presenteerde dat het nieuwe bestuursakkoord. Hoewel nog niet alle punten en commas staan, is wel duidelijk dat er voor de culturele sector in Brabant veel gaat veranderen. Het nieuwe college wil af van structurele jaarlijkse subsidies. Zodra het structureel wordt, zul je met elkaar goed moeten overwegen of dat blijvend moet zijn en waarom. En je moet het kunnen verantwoorden ten opzichte van andere posten. Ik denk dat we daar met elkaar eens goed over na moeten denken, want dat kan geen gezonde situatie zijn. Om het systeem om te bouwen naar dat nieuwe normaal, nemen ze de tijd tot het eind van deze regeerperiode in 2023. Daarna gaat er jaarlijks 7 miljoen euro subsidie af van het potje voor cultuur, sport en vrije tijdseconomie. Bijkomend negatief effect, vaak krijgen culturele instellingen ook subsidie van gemeentes en het Rijk. En die steun hangt echter samen met de provinciale gelden. Als de garanties van de provincie wegvallen, is de kans dat andere partijen geld geven ook een stuk kleiner. Voor iedereen die cultuur een warm hart toedraagt, is de appel zuur. Bijvoorbeeld voor oud-gedeputeerde Henry Swinkels, die zich jaren inzette voor de cultuur in Brabant. Dan heb ik hier uh, het bestuursakkoord. Na de presentatie van dit akkoord gaat Swinkels, die zich als gedeputeerde vier jaar heeft ingezet voor cultuur, op zoek naar het kopje cultuur. Probeer je cultuur te vinden en dat uh, kon je niet meteen vinden. Hè? Dus... Nee, want de hele sector cultuur valt vanaf nu onder het kopje. Nou, het staat er al. Vrije tijd, levendig Brabant. En dat schiet bij Swinkels in het verkeerde keelgat. Om nou cultuur te verengen tot vrije tijd is wel uh, een bijna ernstig vergrijp, zou ik kunnen zeggen. Want je... Ja, je, het is een blamage voor de hele cultuursector, al die professionals die daarin werkzaam zijn, om ze tot een soort hobbyclub uh, uh, te degraderen. Voor een sector die leeft van subsidie is er dan maar de vraag wat er overblijft na zo'n harde klap. En dat zal tot gevolg hebben dat de instellingen het zeer moeilijk gaan krijgen. Denk aan uh, de gezelschappen als uh, nou, het Zuidelijk Toneel, het EKWC, een aantal festivals, Ona P, dansgezelschappen. Het is eigenlijk een hele lijst die mede door de provincie gefinancierd wordt. Het steekswinkels en het belang van cultuur niet wordt ingezien door het nieuwe provinciebestuur. Op het moment dat wij uh, nu helaas van vele mensen afscheid moeten nemen, uh, gaan we ook meestal op zoek naar een gedicht of een lied. Om die emoties over te brengen die wij blijkbaar niet in woorden kunnen overdragen. Het is allemaal eigenlijk verbeeldingskracht die wij mensen allemaal hebben. maar die we voortdurend ook aangejaagd moeten krijgen door wat er met cultuur allemaal gebeurt. en hoe ons dat kan inspireren. Maar dat raakt ook aan ons alle creativiteit. hoe wij op nieuwe ideeën kunnen komen. En uh, volgens mij hebben we dat hier in het bedrijfsleven eigenlijk heel erg veel gemerkt. hoe uh, creatieve nieuwe vondsten. Hoe Dat ons verder kan helpen, waardoor dat we allerlei oplossingen hebben gevonden voor problemen in het verleden. Maar ook wellicht oplossingen kunnen vinden voor de problemen waar we nu voor staan. Dus ik vind uh, in dit zin uh, het wel eigenlijk schandalig kortzichtig, wat men hier presenteert. Ja, laat ik het daar maar gewoon bij houden. Schandalig kortzichtig.